Ik ben Robert van der Kroft, striptekenaar van onder andere de strip Sjors en Sjimmie, de strip Claire. Ik maak ook de strip Droppie Water. Dat weet niet iedereen dat ik daar ook de tekenaar van ben. Die maak ik voor de Unie van Waterschappen. Daarnaast doe ik nog veel meer andere dingen op stripgebied. Het blad Zone 5300 is niet echt een stripblad, maar wel een blad met strips en interviews en recensies. Zo ben ik ook een van de organisatoren van het Cross Comics Festival. Als Stripmaker des Vaderlands zie ik mezelf als ambassadeur van de strip, waar ik niet alleen de stripverzamelaars en stripliefhebbers attendeer op de strip, maar juist die 16 miljoen andere mensen. Wat we eigenlijk vorig jaar op het Cross Comics Festival ook hebben laten zien, dat de strip niet alleen in die boeken voorkomt, maar in alle andere kunstvormen. We hadden hier een gemeenteraadsdebat die ondersteund werd door 3 tekenaars. Met muziek, Spinvis die begeleid werd door een tekenaar. Tekenares zelf, je kon zelf tekenen. Die crossover tussen strip en de andere kunstvormen, die wil ik aan al die andere mensen laten zien. Ook zit ik in het raad van toezicht van het Rotterdamse Stripmuseum en in het bestuur van de Rotterdamse Jazzportretten. We zijn nu op de Oude Binnenweg en hier kunnen we onder andere het eerste portret zien van Martin Lodewijk. Die hangt op de hoek en daarboven zie je meteen Peter Pontiac, die dus heel groot is en heel hoog hangt. Maar mensen die hier lopen te winkelen, die kijken er dus eigenlijk nauwelijks naar. Je moet echt omhoog kijken om het te kunnen zien. Eentje verder op de Oude Binnenweg hangt het portret getekend door Jan Kruijs. Dat was het portret getekend door Dick Matena. En dit is duidelijk een voorbeeld van hoe je de strip, niet de boeken, maar de stripmakers, naar het grote publiek kunt uitdragen. Dus als ik als stripmaker des Vaderlands gekozen word, zou ik dit verder willen uitbreiden. Dus stem op mij.